Zo is het begonnen met de kapiteins die goed opent. Met Sanne Kant, die weet, die is sterk, die is in goede doen. Dus ik moet absoluut aan dat achterwiel blijven. Sanne Kant op het stukje waar ze vaart kan maken. Heel even laten zien aan kapiteins. Ik doe uiteraard ook mee. Ik heb het allemaal wat bekeken van op de derde rij. Hier zien we Compton, die had problemen met haar schoeisel. Zou ook een blessure oplopen. En dat heeft haar behoorlijk wat tijd gekost na een toch wel een slappe start. Ze zat al ver na de start en hier zit ze nog verder. Dan wordt ze met de klap terugverwezen naar plaats 3:24. Dus is het vooral inhalen. Vooraan zijn ze een tijdje met drie. Worst het komt meedoen, maar dat is niet echt voor lang. Want als Sanne Kant bij het begin van de derde ronde zegt van het is hier genoeg geweest, meisjes, ik ben ermee weg. Dan gaat ze die voorsprong gestaag uitbouwen. Van een seconde of 5 naar 6. En dan Worst hing daar op 13 seconden. En komt daar dan patat in aanraking met een nukkige boom. En dan moet ze nog meer terrein prijsgeven. Sanne Kant doet dat zeer goed. Vanuit stilstand als een equilibriste toch weer naar voren. En dan de tijd nemen om van deze overwinning te genieten voor haar eigen volk. Op handen gedragen, uiteraard.